allemaal. Welkom bij een nieuwe podcast van See to the Stars. Wat een week hebben we achter de rug. En het lijkt alsof dat ik week na week in herhaling val. De ene stevige week naar de andere. Dus je hoort mij waarschijnlijk al afkomen. Wordt dit ook weer een stevige week? Ja, maar net op een andere manier. En we zouden niet anders verwachten. We starten vandaag met de maan in kreeft. Een zachte maan. Ook gisteren hadden we die zachtere maan al. Vandaag hebben we die zachte maan, maar stilletjes aan gaat die toch wel een beetje moeilijk aanvoelen. Wat emotioneel confronterend aanvoelen, want zoals elke maand, als de maan in kreeft staat, zal ze tegenover het trio in steenbok gaan staan. Jupiter, Pluto en Saturnus. En ze staan nog steeds met z'n drietjes daar in steenbok. Heel het jaar door. Maar ondertussen staan ze met z'n drietjes volledig direct. En is er snelheid aan het komen. Dus dat wil zeggen, Jupiter neemt meer en meer snelheid. En gaat eigenlijk heel de week dichter en dichter bij de planeet Pluto terugkomen. Dus daar zitten we ook nog wel mee een hoogtepunt. Jupiter en Pluto samen. Jupiter zal zijn, wij noemen dat een conjunctie, zal zijn conjunctie met Pluto voor de laatste keer maken. Voor de komende 12 jaar. Dus halleluja, daar zijn we bijna vanaf. Jupiter en Pluto samen. Dat gaat erom om alles uit te vergroten wat dat in de schaduwregionen zit. Voor de allerlaatste keer gaat een beerput nog eens opengetrokken worden. En gaat alles nog eens een keer vergroot worden. Dus dat wil zeggen veel meer spanning. En veel meer dingen waar dat we van gedacht hadden, dit hadden we nooit kunnen bedenken. Is dit waar? Is het zo erg dat het waar is? Dus met Jupiter op Pluto komt de waarheid naar boven. Een zon ondertussen nog steeds in schorpioen, gaat daar een krachtig stukje bovenop doen. Want die zon die maakt vandaag vanuit schorpioen, gelijk dat wij dat noemen, een gouden jot met Jupiter, Pluto en ook een stukje Saturnus, want die hangt daar nog steeds aan te bengelen. Maar die maakt die gouden jot met de noordelijke maansknoop in tweeling. En die noordelijke maansknoop in tweeling is het punt van die gouden jot. Dat is eigenlijk een heel fijne puntige driehoek. En die driehoek die bestaat, dat is een harmonische, een creatieve harmonische verbinding, die bestaat eigenlijk uit heel veel creativiteit. Natuurlijke creativiteit. Mijn excuses, mijn stem laat wij weer in de steek. Die gouden jot, die maakt een heel creatieve verbinding. Dus dat wil zeggen, als we weten dat Jupiter en Pluto de waarheid naar boven halen, en de zon in schorpioen doet hetzelfde, dan gaat dat puntje in tweeling, die noordelijke maansknop, het zielenpunt waar dat wij met z'n allen naartoe gaan, dan gaat dat stukje belicht worden
En dat wil ook zeggen dat we de feitelijke communicatie dat we doen, dat we krijgen, dat die eigenlijk van op waarheid en dieptegang gebaseerd is. Dus zonder dat we het beseffen, gaan we eigenlijk waarheid spreken. Zodra dat jij zelf op persoonlijk vlak in je eigen zonnekracht gaat staan, ga jij je eigen waarheid kunnen spreken op een neutrale manier. Want zo werkt dat in de astrologie, dat puntje met de noordelijke maansknoop in tweeling, dat heeft een krachtige verbinding met zijn planeet, Mercurius. En Mercurius die staat in weegschaal. En weegschaal is verbindend. Mercurius is communicatie. Dus het gaat over verbindende communicatie. En Mercurius die maakt vandaag en het hele weekend door, maakt hij een spannende verbinding met de planeet Saturnus. En Saturnus dwingt die verbindende communicatie, dwingt die af vanuit de essentie, vanuit het grenzen stellen, vanuit verantwoordelijkheden. Dus we zien een heel weekend van verantwoordelijkheden nemen, van uw schaduwkanten nog eens extra confronteren. Het zijn echt de hoeken van de kelderverdieping die daar uitgekaast worden. En die dan naar boven gebracht worden, zodanig dat we meer en meer naar die transparantie kunnen gaan. Want de noordelijke maansknop in tweeling vraagt een neutrale transparantie die dualiteit overstijgt. In de uitleg kan je al horen dat dit ook enorm resoneert met hetgeen dat collectief aan het gebeuren is. Zowel hier bij ons in het land als in het buitenland ga je zien dat dit een topic is. En die topic is van bekijk het langs alle standpunten en probeer neutraal te interpreteren. En dan maakt u eigen waarheid ervan, die dan losstaat van anderen hun waarheid, maar die dan wel verbindend is. Op persoonlijk vlak komt dat op hetzelfde neer. En op persoonlijk vlak heeft dat eigenlijk nog iets extra. Want heel de week staat in een specifiek thema. Een specifiek thema rond relaties. En dat heeft ook met die transparantie te maken. En dat heeft ook met die verbinding te maken. Met die hogere verbinding. Dus heel de week, op persoonlijk vlak, staat in teken van relaties, verbinding. En dat gaan we zien, ook vanaf van het weekend, vanaf zaterdag en zondag. Zaterdag en zondag zitten we met een maan in Leeuw. En dat is een beetje een verademing, want die maan in Leeuw die maakt eigenlijk weinig moeilijke contacten met andere planeten. Buiten heel even het contact met Uranus, maar dat is alleen maar een sprankel. Dat het leuke gegeven van Leeuw naar boven brengt. Dus die authentieke kracht, die komt ook meer en meer in de kijker. Dus er wordt ons gevraagd om ons kelderverdieping, alle hoekjes nog eens deftig na te kijken op lelijke spinnenwebben. Die er allemaal uit te gooien. En met een propere kelderverdieping naar boven te treden en in het licht te komen staan. Vanuit uw eigen authenticiteit. Want wat is er nu aan de hand? Waar draait het nu om?
Heel de week staat in het teken van een oppositie. Een oppositie, dat is eigenlijk het oog in oog staan van planeten. Dat wil zeggen tegenover elkaar gaan staan. En die twee planeten waar dat het over gaat, zijn Mars retrograde, want Mars staat nog steeds retrograde, maar Mars begint te vertragen. Dat wil zeggen, Mars gaat stilletjes aan naar zijn stilstandpositie om terug direct te gaan lopen. En dat is een heel krachtige stukje van de informatie. Want Mars heeft het bekeken gehouden, die retrograde periode, en die heeft goesting om terug vooruit te gaan. En wat gebeurt er nu? Op 10 november, dus als ik het even goed uitreken, dat zal dinsdag zijn. Op 10 november gaat Mars oog in oog te komen staan met Venus. En wat dat er daar rond gebeurt, is eigenlijk heel mooi, is heel krachtig. Want Mars begint te vertragen en het is alsof dat hem zoiets heeft van, oei, ik ga even wachten, want ik zie Venus afkomen. Vanuit de weegschaal, in al haar schoonheid en glorie. Dus Mars houdt het een beetje voor bekeken en gaat een beetje stilstaan en gaat zich echt richten naar Venus. Dus we voelen dat al vandaag, voelen we die stilletjes aan die oppositie naderen. En dinsdag wordt die effectief. Vanuit de kosmos gezien wil dat zeggen dat Venus tegenover Mars staat op één lijn, maar de aarde staat daartussenin. Dus dat wil zeggen, wij staan daartussen. Dus als we het kijken vanop het punt van de aarde, zien we aan de ene kant Mars, aan de andere kant Venus. En die planeten hebben een cyclus, gelijk als de maan en de zon een cyclus hebben, waar dat we een volle maan en een nieuwe maan hebben. Ah, wel, dit kunnen we vergelijken met de volle maan van Venus en Mars. Dus of dat nu een volle Mars of een volle Venus is, maakt niet uit, maar we krijgen de beide in hun glorie staan tegenover elkaar. En wat wil dat nu allemaal zeggen? Balans in relaties. Balans in eigenheid en relatie. En de maan in leeuw gaat dat eigenlijk heel mooi verbinden. Want de maan in leeuw maakt een driehoek met Mars, dus dat is een heel mooie verbinding, en ook een sextiel met Venus. Dat is ook een mooie verbinding. Dus vanuit ons eigen authenticiteit kunnen we in verbinding gaan. In een verbindende communicatie naar elkaar toe, zonder ons eigen identiteit te verliezen. En hoorde de link met de noordelijke maansknop in tweeling? Dus er wordt echt wel een oproep gedaan naar verbinding. En als Mars gaat stilstaan, dat wil dat zeggen dat hem ook heel even de strijdbijl begraaft. En dat hem met Venus een conversatie maakt, waar dat liefst van al uit blijkt, dat we een andere strategie gaan nemen en dat we vanuit eenheid en gelijkwaardigheid de strijdbijl terug weer kunnen opnemen. Schoon hoe dat zich afspeelt, hè? Nu, ik zei al, dat is een cyclus. En die cyclus is begonnen eind augustus, rond de 24e, in 2019.
Dus als je voor je persoonlijke relationele contacten, als je dat even wilt terug gaan bekijken, dan moet je even gaan teruggaan tot augustus 2019. Wat dat er dan, welk zaadje dat er dan geplant is, gaat eigenlijk nu tot vrucht komen. Dus we zitten nu op het climaxgedeelte. Het zaadje gaat dan groeien, 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 staat op zijn climax en gaat dan stilletjes aan terug afzwakken. Totdat we in de volgende cyclus zitten en dat zal in juli, rond de 13 juli 2021 zijn. Ik ga daar nog een klein dingetje bij zeggen. Augustus 2019 was Venus en Mars samen in het teken Maagd. Dus het thema was uitzuivering van relaties. We zijn toen begonnen met het uitzuiveren van onze eigen contacten. Wie past bij ons en wie past niet bij ons? Met wie kunnen we verder naar een toekomst en met wie niet? Het kaf van de koren scheiden. Gezonde relaties opbouwen. We zitten nu in de climax. Dus dat wil zeggen, nu kunnen we echt authentiek naar boven komen met wie dat we zijn, wat dat we willen en hoe dat we de toekomst willen vormgeven. En vanaf volgend jaar krijgen we een nieuwe conjunctie, waar dat Venus en Mars samenkomen in Leeuw. En dan gaan we echt kunnen starten met authentieke relaties. Dus je gaat echt wel zien dat 2020 een jaar geweest is, waar dat we echt naar zuiver partnerschap gaan. En toeval of niet, is dat de cyclus van de maansknopen in tweeling. En daar gaat het, en ik spreek dat niet graag uit, dat woordje, maar daar gaat het over tweelingcontacten. Contacten waar dat je zo goed bij voelt, alsof de andere een stukje van jezelf is. En tot die essentie wil ik het ook brengen. Relaties en contacten waar dat je zo goed bij voelt, dat de andere een stukje of een weerspiegeling van jezelf is. Dus waar dat we in neutraliteit mekaars visie kunnen respecteren. En waar dat we die visies kunnen samenleggen, die acties kunnen samenleggen, die gedachtegangen kunnen samenleggen, zodanig dat we iets nieuws kunnen krijgen. Wat een boterham, zeg. Is dat nu een gemakkelijke week of is dat nu een moeilijke week? Dat hangt er een beetje vanaf. Dat hangt er een beetje vanaf hoeveel werk dat ieder van ons daar apart wil insteken. Want zoals ik al zei, Mercurius maakt een vierkant met Saturnus. Beginnende vandaag en dan loopt het hele weekend door en nog een beetje naar volgende week toe. Dus hard werken wordt beloond. Hard werken aan communicatie, aan verbindende communicatie, wordt beloond. Zo werkt Saturnus. Straf. Dus het is aan ieder van ons om daar iets mee te doen. En natuurlijk is dat moeilijk, omdat we een buitenwereld hebben dat op zijn kop staat. Waar dat het de verhalen, waar dat die spannender zijn dan een stevige thriller. Waar dat we de logica niet meer kunnen volgen. Waar dat de realiteit soms ver te zoeken is. Op die momenten is er maar één weg. En dat is even afstand nemen en tot bij onszelf komen. En ieder van ons in zijn eigen omgeving gaan zien en zien wat we daar kunnen doen aan een klein stapje voor een betere wereld te maken.
En als het binnenin ons op rolletjes loopt, dan weerspiegelt dat zich naar buiten. Tegen het eind van de week gaan we dan die climax stilletjes aan bereiken. Normaal gezien neem ik de vrijdag er niet bij. Dat is voor de volgende podcast. Maar omdat de vrijdag eigenlijk de climax is van deze week, neem ik hem er wel even bij. Vrijdag gaat Mars terug direct. Dus vanaf vrijdag krijgen we een heel andere energie. En gaan we veel krachtiger terug naar buiten treden. Dus je hebt al sinds vorige week die een aanloop gevoeld. Deze week is nog wat bijsturen. En vanaf volgende week betreden we ook stilletjes aan het eclipsseizoen. Dus vanaf volgende week zit de snelheid er stilletjes aan terug in. En gaan we een ander ritme naar voren brengen, een andere actie nemen. En Mars doet dat met alle informatie dat hij van alle planeten gekregen heeft, met als laatste de input van Venus. En op die moment dat Mars direct gaat, gaan we zien dat Venus, de maan, en Mercurius enorm dicht op elkaar staan. Dus de maan maakt daar de verbinding tussen Venus en Mercurius. Nog allemaal net in weegschaal met uitzondering van Mercurius, want die staat dan al in schorpioen. Dus er gaat echt wel stevig kunnen gecommuniceerd worden. En heel dat boeltje maakt dan ook nog eens een connectie met de maansknopen. Dus daar zijn we echt wel, de wind is daar gedraaid en dan gaan we er vol een bak tegenaan om stilletjes aan het eclipsseizoen in te gaan en stilletjes aan december toe te treden, wat dan een heftige, maar ook een heel heftige maand gaat worden. Zo, dat was het wat voor deze week. Ik wens jullie allemaal een hele mooie begin aanloop naar de wintertijd. Buiten is het al aan het kraken, 's morgens vroeg. Heel veel blaren zijn al van de bomen, dus we zien al ietsje meer klaarheid. We zien al ietsje meer perspectief. Dus laten we hopen dat het alleen maar beter en beter wordt. En dan hoor ik jullie graag terug volgende week voor een nieuwe podcast op vrijdag de 13e. Tot volgende week!